Vanmiddag hier in Almkerk om alle mensen binnen de zorglocaties een hart onder de riem te steken met een stukje muziek, dus eigenlijk een muzikale groet voor alle mensen die deze tijd binnen moeten blijven. Veel ouderen in de regio werden spontaan verrast met nostalgische orgelmuziek. Uiteraard buiten en op voldoende afstand. Ja, de overbuurman die is helemaal orgelgek, die werkt heel van Amsterdam. Die heeft besloten om een draaiorgel te kopen en de Novenbuurman die deelt ook graag. Dus zijn orgelmuziek die wil hij heel graag bij de mensen brengen. Vandaar dat we op pad gegaan zijn. De verzorgingshuizen zitten op slot. Dus dit soort initiatieven worden door de bewoners enorm gewaardeerd. Het is natuurlijk vreselijk voor de bewoners dat ze geen bezoek mogen ontvangen. En heel veel mensen missen hun kinderen of hun partner. Tegelijkertijd is het natuurlijk weer geweldig wat voor creativiteit dat het bij mensen oproept. Want zeg nou zelf, wie verzint nou zoiets? Het is gewoon geweldig. Nou, muziek doet het natuurlijk altijd heel erg goed bij onze mensen. En het is lekker weer, dus de mensen zijn eventjes op het terras buiten en hebben gewoon enorm van genoten.